De cijfers van Shell gaven een wat teleurstellende reactie. Als we naar de winst gecorrigeerd voor voorraadeffecten kijken, dan was die 4,3 miljard. Nou, dat was ongeveer in lijn met de 4,2 miljard die de analisten hadden verwacht. En die range daartussen is altijd enorm groot, van 3,zoveel tot 5. Dus ja, het lag er ook ongeveer middenin. De range is altijd heel erg groot, omdat je echt niet echt goed een indicatie hebt op kwartaalbasis van de resultaten van Shell, omdat er zoveel variabelen zijn. Maar kijk je wat dieper in de cijfers, dan zat de teleurstelling toch bij de operationele kasstroom. Die is al 2 kwartalen op een rij lager jaar op jaar. In het 3e kwartaal min 11%, in het 4e kwartaal min 21%. Ja, dat heeft een heleboel oorzaken. Een van de oorzaken daarvan is een belastingeffect. Ja, ik denk dat het voornamelijk eenmalige zaken zijn. Als je nou kijkt op jaarbasis, en dat is bij Shell veel beter, je moet bij Shell eigenlijk niet op kwartaalbasis kijken, dan zie je dat de vrije kasstroom, dus de operationele kasstroom, minder investeringen, daarmee toegenomen is tot ongeveer $28 miljard. Met een olieprijs van ongeveer $50. Dus je ziet dat Shell al bijna heel weer terug is naar de gezonde situatie van enkele jaren geleden. Dat komt omdat ze fors in de kosten hebben gesneden. Shell heeft nu een break-even van rond de $55. En dat is toch een flinke verbetering over de afgelopen jaren. We zien nu dat de olieprijs stabiliseert rond een niveau van ongeveer $70. En ik verwacht zelf dat de olieprijs relatief hoog blijft en over een paar jaar nog wel eens echt kan doorschieten, omdat er veel te weinig geïnvesteerd wordt in grote velden buiten Amerika. Investeringen richten zich vooral op Amerika. En of Amerika zoveel extra miljoenen vaten kan leveren, dat betwijfel ik. Dus er kan nog wel eens over een paar jaar een tekort aan olie ontstaan. Nou, als we kijken naar die kasstroom, dan is dat ruim voldoende voor het cashdividend. Ze hebben het scripdividend, dus de dividend en aandelen hebben ze geschrapt. En ze keren nu volledig cash uit. Daar hebben ze ruim voldoende geld voor. En ik denk dat ze in de komende jaren nog wel de dividend verder kunnen groeien. Als je kijkt naar hoe gezond die kasstroom is en die olieprijs en het lage break-even punt. De balans is weer helemaal op orde. De gearing, dus de schulden ten opzichte van het totaalkapitaal, is ongeveer 25%. Ik denk dat ze misschien nog wel ietsje schulden gaan aflossen. Maar in de komende jaren hebben ze echt ruimte om een flink aandelenpakket in te kopen. En op termijn het dividend zelfs weer te verhogen. En met een dividendrendement van ruim boven de 5%, bijna 6%, vind ik Shell nog steeds een aantrekkelijke belegging.